vrijwilligers natuurlijk, goedenavond founders en besturen en goedenavond pastoor Peters. Want ja, ik zit toch de hele dag een beetje aan u te denken. Dat doet u goed. Ja, dat doet u goed, hè? Ja. Ja, en dat allemaal, maar we komen er straks op. Maar dan, ik ben blij dat je bent 2016. En die wordt bijgeschreven in de annalen van Bemmel en omstreken. Want het was 1873 zo uit mijn hoofd. Het was de dag van de heilige donaties. En toen, ja, toen werd hij eigenlijk gebouwd. Toen werd hij voor de eerste keer werd hij geopend. Deze prachtige, geweldige kerk. Nou, helaas gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog, in 46 gedegen, opgebouwd, 70 jaar dienst gedaan als kerk. Bijzondere momenten, het leven is hier vaak gevierd. Ook de dood, voor zover je de dood kunt vieren. Voor heel veel van u is dit een hele, hele aparte, mooie, bijzondere plek. Waarschijnlijk zijn velen van u hier getrouwd, hebben dierbaren. Of afscheid moeten nemen van dierbaren, maar ook zijn er heel veel kinderen gedoopt. En het was dan ook een hard gelach toen in 2012 het bericht kwam dat het bisdom zei, ja, die kerk is niet meer zo rendabel. We stoppen ermee, de stekker gaat eruit. Nou ja, het was vanzelfsprekend dat natuurlijk een beetje Bemmel kennende, en ik ken inmiddels Bemmel een heel klein beetje uit de gesprekken en de stukken die ik gelezen heb, een stuk op internet, dat als zoiets gebeurt, dat Bemmel de handen ineens laat en zegt, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dus al heel snel was er een plan, een prachtig plan, om hier een culturele invulling aan te geven. En dat prachtige plan, dat ging in 2014 de prullenbak in. Ja, en dat was misschien eigenlijk volgens mij het beste wat had kunnen gebeuren. Want toen was iedereen in Bemmel, die had zoiets van, ja, wacht even, ja, dat gaan we niet doen. Toen werden de handen ineen gesloten. Toen was er een gunnegever waar we zo meteen nog terug zullen komen. Uitgebreid zelfs nog. Die in eerste instantie met 750.000 euro kwam. En later, toen de gemeente nog steeds twijfelde, dacht, nee, ik maak er een miljoen van. Nou, toen kon het niet meer terug. Toen kwamen er nog andere stichtingen bij. Die brachten ook nog ongeveer 600.000. Er is nog een prachtige actie geweest hier in Bemmel. Ook in 2 ton. Dus toen kon het gebeuren. En het afgelopen jaar is er iets gebeurd. Ja, dat is onvoorstelbaar. Want deze mooie kerk is nu inmiddels een theaterkerk. En volgens wel ingelichte bronnen, en dat is ongetwijfeld iemand uit Bemmel die dat gezegd heeft, dit is meteen het leukste theater van de Betuwe. Dat is nog heel bescheiden van de Betuwe. Je zou kunnen zeggen van Gelderland, je zou kunnen zeggen van Midden-Nederland. Maar nee, ze hebben eerst gezegd, het is gewoon het leukste theater van de Betuwe. En ja, ik denk dat dat wel klopt. En ik denk dat hier heel veel mensen nu in deze zaal zitten die met een meer dan bijzonder gevoel in deze ruimte zitten. En toch zoiets hebben van, we hebben het toch maar geflikt met z'n allen. En daarom vanuit mijn simpele kant gewoon gefeliciteerd met jullie prachtige theaterkerk. En fijn dat BNB toch aanwezig is. Ja. Ik weet niet, waar zit de burgemeester? Oh ja, dus met de knie. Of was het de enkeltje? Oh, ik hoorde in een ander gang dat het de knie was. Met de enkeltje doet het goed. Ja. Okay. Ja, ik wil ook van alles vragen, maar dat doe ik niet, want we moeten naar de eerste spreker. We moeten naar de eerste spreker. En dat is een man die heel veel uren hierin heeft zitten. Die een beetje het gezicht is van dit hele mooie project. Man die ook afgelopen week mij heeft uitgenodigd bij hem thuis. Hij of zijn vrouw, daar ben ik nog niet uit, maar zet goede koffie. Chocolade erbij, helemaal dik voor elkaar. En is vol van de theaterkerk. En nou ja, u weet allemaal over wie ik het heb. Ik geef hem dolgraag het woord. Het is de voorzitter van de SKB. Dat is de Stichting Kerk Bemmel. Volgens mij moet dat nu STKB worden, maar daar gaat het er niet over. Want het is gewoon een theaterkerk. In ieder geval, hij heeft goed geslapen. Hij is nog een beetje zenuwachtig. Maar geef hem een groot applaus. Misha Heining. Dames en heren. Beste mensen. Nee, lieve mensen.
De zenuwen gieren we door de keel. Voor jullie ook? Wat een bijzonder moment. Wat hebben we hier naar uitgekeken? Bijna mijn finest hour. En niet alleen ik. Er zijn er veel in deze zaal, denk ik. En na 5 jaar gaat het nu toch gebeuren. En het begon 5 jaar geleden eigenlijk met een burgerplatform, multifunctioneel centrum, waarin een aantal mensen uit verschillende achtergronden bij elkaar verzameld waren. En die wilden nadenken over de vraag hoe wij hier in Bemmel een mooi, nieuw, multicultureel centrum zouden kunnen krijgen. MFC. En ergens in dat jaar, of misschien iets later, want ik hoorde Jochem net zeggen 2012, besloot men om de Donatuskerk te sluiten. En het platform werd gepolst met de vraag van, goh, zou dat iets kunnen zijn voor een nieuw sociaal-cultureel centrum? De gemeente was al op de hoogte en reageerde enthousiast, nodigde ons uit, een gesprek gehad erover en uiteindelijk, niet meteen, maar uiteindelijk stelden ze 100.000 euro beschikbaar om de haalbaarheid van dat idee te onderzoeken. Het resultaat was een prachtig plan, mooi ontwerp van Marcelus, Kees Marcelus, studio. En we werden daarbij ook nog een keer geholpen door allerlei mensen. Luc Kuppens is een naam die je best mag weten. Het was een prachtig plan en we hadden voldoende financiële dekking. Zowel met publieke middelen als met privaat. En ik wil eigenlijk u, ons bestuur, toch even voorstellen. Mag ik even mijn bestuur en de buitenleden naar voren hebben? Zo'n strak beheer, hè? Dankjewel. Toezwaaien. Ja, Wim gaat al op scherp natuurlijk. Wim die denkt, ja, ik zie het op scherp. Heeft hij wel gezwaaid? Oh, Wim heeft gezwaaid. Wil je dan de afloop misschien even toch naar het bordes komen? Dat ik je ook zie, want ik heb zoveel verhalen gehoord over Wim, maar ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Maar misschien wel leuk. Is hij? Ja, daar is hij! Wim! Jij zat al op scherp, hè? Jij zat op scherp. Jij dacht. Ja. Het is een, even voor de informatie, misschien leuk te weten voor de mensen die meeschrijven. Het is een opus 229 uit 1950. Ja, klopt. En hij is gebouwd door Verschuren uit Heidhuizen. Heidhuizen Limburg, ja. En alle pijpjes doen het nog lekker? Ja, maar hij moet eigenlijk gerestaureerd worden. Een echte restauratiewerk moet nog komen, hè? Het is een beperkte restauratie op dit moment om een goed speelbaar te krijgen. Ja. Dat is gelukt. Ik heb het idee alsof ik met onze lieve heer aan het praten ben. Zo voelt het, hè? Het is gewoon de organist. Maar in ieder geval, hij werkt. Hij werkt, dan komt er op neer. Wat ga je voor ons spelen in? Prachtig. Ja, ik heb die cd niet, maar dat maakt niet uit. Maar hebben ze, ik zou zeggen, trek alle registers open. En laat het orgel klinken als nooit tevoren. Oké. Geef u nog een applaus, dan kan u naar zijn orgel lopen. Organist Wim van der Kamp. Op het orgel. Proost, P99.
mevrouw Koolhaas-Luijten. Ja, daar sta je dan, beste lieve mensen. Inderdaad, met een dubbel gevoel, maar ook met een heel mooi en fijn gevoel. Ik mag hier spreken namens de Bemmo Haalderen Stichting en MGZ. En natuurlijk ook namens onze Micorazon. De klus is geklaard. Na jaren van voorbereiding is de theaterkerk Bemmel helemaal af. En het is ontzettend mooi geworden. Er komen nog genoeg sprekers die hier alles over zullen vertellen. Dus dat laat ik mooi aan hen. Hartelijk dank voor jullie fantastische inzet. Voor vanavond een hele fijne avond en een weekend. En tot spoedig bij een mooie voorstelling. Dank je wel. Dan is het nu tijd om eens te gaan kijken naar een... er is natuurlijk heel veel gebeurd. Het is al een paar keer gememoreerd. Het is eigenlijk bijna in een jaar allemaal gebeurd, Micha. Hè? In een jaar, dat is onvoorstelbaar. Met al die vrijwilligers is het van de kerk naar een theaterkerk gegaan. Dat is allemaal gefilmd door Han de Winter en zijn team. En het zou met gemak zou daar een film gemaakt van kunnen worden van een uur. Maar uiteindelijk is het een filmpje geworden van 10 minuten. Maar wel even een mooi overzicht van wat er allemaal gebeurd is. Dus. Van... Dat je dat weet. Want ik kan me voorstellen, zeg van goh. Ik heb er ook heel veel gedaan, ik zat er niet in. Misschien wel in de lange versie. Maar het was wel mooi om te zien, ja, al die vrijwilligers. Ik heb begrepen dat er om en nabij de 10.000 manuren in zitten. Nou ja, als je dat zou moeten betalen aan echte vaklui, dan is dat heel veel geld met je uitspraak. Dan kom je op 250.000 euro. Ja, dat met al die andere dingen samen maakt dat dit project mooi uitgevoerd kon worden. En het is natuurlijk een feestelijke dag en iedereen is blij en de kleuren zijn vrolijk. Geel en oranje en rood. En is er toch waarschijnlijk iemand, ja, die moest zijn huis uit. Dat is nou helemaal zo. Die moest zijn huis beschikbaar stellen. En ik heb een interview vanochtend nog gezien op YouTube. Waarin hij het eigenlijk vergeleek met het feit dat hij zijn oudste dochter gewoon weggaf. He, en dat hij had gehoopt dat die oudste dochter gewoon op eigen benen verder zou kunnen gaan. Maar dan toch de oudste dochter weg moeten geven aan een man. He, en dat alles voor 1 euro. Dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Maar goed, ik heb hem aan het begin al even in de ogen gekeken. En ik weet dat het goed met hem gaat. En ik denk dat hij misschien alleen maar hartstikke blij is. Dat zijn kerk een nieuwe invulling heeft gekregen. En nog steeds die plek is waar heel veel mensen samenkomen. Om te feesten, om te gedenken. In ieder geval, pastoor Peters, ik wil u vragen om nu het podium te betreden. Ik ga niks vragen aan de voorkant, want ik heb het idee dat ik dan gras voor de voeten weg. Maar mocht ik nog vragen hebben, kom. Er is al gras weg. Ja, ik moet wel iets vertellen bij de aankondiging. Dat hoef ik u niet te vertellen, meneer pastoor. Nee, dat is waar. Maar dan kom ik nu acuut. Maar ik kan beginnen met te zeggen dat ik heel blij ben met mijn schoonzoon. Geachte bestuur van de Stichting Kerk Bemmel, geachte genodigden en natuurlijk alle andere aanwezigen. Het is even wennen om in plaats van bij Gins hier op deze plaats te staan. Maar toch als ik zo voor me uitkijk, dan krijg ik toch een beetje het gevoel van kerstmis. En ook de zaterdag die we straks hadden, die droeg toch al een beetje aan die sfeer bij. En door het luiden van deze kerkbel op deze avond willen de voormalige bespelers van dit gebouw en het parochiebestuur van de Levensboom u van harte geluk wensen met het behaalde fantastische resultaat. En we willen de wens uitspreken dat dit gebouw, net als voorheen, tot in lengte van jaren een plaats van ontmoeting, van inspiratie en verbondenheid van velen met elkaar mag blijven. En ik wil graag degene die jarenlang de kerkbel liet luiden, vragen dit ook vanavond te doen. Ben? Ja. Thank you.
Vers 64, bollampen in de kroonluchter. En ik dacht één ding, maar dat was mijn fout. Ik dacht dat fluit en piccolo, dat dat de heer en dames is. Fluit en ja, piccolo, daar wist ik dat het zou fluit nu van de heren is. Maar dat was niet zo. Dat is echt zo, hè? Dat zit toch ergens anders. Maar in ieder geval, architectenbureau Kees Marcellus, die is daarvoor verantwoordelijk. Die hebben die nieuwe indeling bedacht en ik vind het razend knap. Dus ik zou graag nu het woord geven aan de creatieve brein achter dit project. Kees Marcellus. In het verleden heb ik samen met Hans de eerste schetsen gemaakt. En hoe leuk is het als ontwerper om zoiets te mogen maken. Zelf opgegroeid in Elst, ook missienaar geweest, dus ik weet een beetje hoe zo'n kerk in elkaar doen. Is van Hans de Koning. Dankjewel, Hans. Iedereen heeft het eigenlijk al, of de meeste mensen die hier al aan het woord zijn geweest, hebben dat terecht al. Maar ik heb het ongelooflijk knap gevonden hoe wij als een team, zeg maar, dit gemaakt hebben. Al die vakmensen die onder die vrijwilligers rondlopen, nou, petje af. Een half woord van mij en ik werd gewoon gemaakt. Dus ik vond het echt fantastisch om dit te doen. Al die sprekers met al die emotie, want ik vind het zo mooi om te zien als buitenstaander, want dat ben ik dan toch een beetje, dat op het moment dat iedereen het heeft over de vrijwilligers, dat ook de emotie naar boven komt. En de dame die nu op gaat treden is eigenlijk een soort musicalster, ze zingt ook vaak. Ze is geboren in Bemmel, daarna is ze weer een tijdje weggegaan, is net een tijdje teruggekomen in Bemmel om hier op te mogen treden. Hij hoort niet bij de vrijwilligers, maar had wel zoiets van, ik wil hier vanavond bij zijn. En zij gaat een nummer zingen van Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Mooi hè? Oh, ik hoor het al, ja. Oh, mooi. En het is ook een beetje om te kijken hoe dat straks eruit ziet. Want u zit natuurlijk allemaal op die tribune en de lichten staan hier. Het podium is prachtig, mooie houten vloer. En er is natuurlijk een geweldig programma, sowieso voor de komende dagen. En morgen begint het om 12 uur en gaat het door tot ongeveer een uurtje of 5. Zondag ook nog eens een keer bezichtigingen, allerlei verenigingen die zich ook meteen profileren. Maar we kunnen nu alvast een voorproefje kijken van hoe ziet dat er straks uit, als er ook theatervoorstellingen zullen zijn. En dat gaan we zien dankzij de vakkundige hulp en medewerking van Hanneke Engels. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou?
als het einde komt. En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Je gaat de geschiedenis in als een van de eerste die hier heeft opgetreden. Echt. Ja, Wim van den Kamp op door natuurlijk ook. Oh, ja, ik hoor iemand onrustig worden. Ik denk dat Wim van den Kamp. Maar in ieder geval hier, onstage. Hoe is het? Want het is een kerk en het is ook een theater. Hoe klonk het? Het is heerlijk. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Ja, het is echt mooi. Ik vind het prachtig. Geluid goed, alles geluid goed. Goed. Licht goed. De hele entourage is prachtig, ja. Ik vind het echt geweldig. Jij zegt gewoon openhouden hier. Ik zeg openhouden en longen. Ja, en gewoon door. We gaan gewoon door. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, dan nu een man die eigenlijk de spin in het web was. En het werd net ook al in het filmpje gememoreerd. Hij begeleidde eigenlijk en coördineerde namens de aannemers het werk. Hij was aanspreekpunt. Ook voor de projectleider en bouwdirecteur, belangrijke man, erg belangrijke man, Alex Bruksvoort. Gewoon een interview te houden. Oh, dat is helemaal goed. Een interview te houden vind ik veel fijner, want ik mag tot nu toe mag eigenlijk niemand iets vragen. Want die zegt, ja, maar dat ga ik straks zeggen. Al het gras voor de voeten weg. Maar ja, er is bij jou wel gras of geen gras, maar... Ja, er is wel gras, maar er is heel veel gras al weg. Is er nog wat over? Want je was belangrijk. Je bent eigenlijk in eerste instantie de opper, zoals dat noemen, de uitvoerder. En toen het met het bedrijf van je baas eigenlijk minder ging, toen ben je gewoon gebleven. Was dat een vanzelfsprekendheid of heb je daar nog over na moeten denken? Nee, daar hoef ik niet over na te denken. Nee. Waarom niet? Ah, het was zo'n mooi project. Dan, daar wil je geen afscheid van nemen. Hè? Dan moet jij gaan afscheid. Een symbolische overdracht. En hartstikke veel plezier met jouw werk, met je hele ploeg. Het was echt geweldig. Bedankt. Begin november is gestart met het ontmantelen van de kerkbanken en de overige aan de kerk verbonden gedenkwaardigheden die elders werden opgeslagen. Aansluitend gingen de gebroeders Buurman, die hebben ze al gehoord, aan de slag met de sloop van het altaar, de communiebanken en de vloer. En ten behoeve van de verwarming, Eclectra en riolering zijn enorme sleuven gegraven. De vrijwilligers hebben hier in de ruimte in 200.000 gelegd. Chapeau van deze mensen. De laatste ding is hier nou, mensen. Verheug je erop dat je niet bent. André van Delen. Oh. Ja. Mensen, André, die was ook, het is toevallig geworden, maar hij was ook heel veel, heel gezellig, maar zijn check, die gaf hij nog wat sfeer ook. Sfeer is. Die ook alles, van alles en nog wat. En die kreeg dus het eerste boek, Hans en Geen. Ja. Oké, een momentje. Ik ga je een vraag stellen. Ik doe net of de jongen wel, maar ik kan er niks scheren. Wat vind jij de leukste plek hier? In het begin was het leukste plekje eigenlijk boven tussen de gewelven. Dat waren we in Ben en met Gerrit zo eenzaam. Dat vond ik een hele leuke plek. Maar ik vind dit toch ook wel een bijzonder goede plaats. Ja, mooi. Nou, deze Hans. Wat is dat de mensen zien? Wonder in uitvoering. Ja, laat de titel maar zien, dat weet ik mensen niet. Kunnen jullie het lezen? Wonder in uitvoering. Jullie hebben dat boek allemaal gemaakt. Hans deed de foto's, ik heb wat interviews gedaan. Sime de Vree heeft foto's gemaakt. Micha heeft mijn teksten geholpen. En Theo Koops, de met Sime, de overall producer van dit mooie product. Want dit is een mooi product geworden. Hij wil er nu toegekomen aan toch het officiële moment. Het was ook helemaal niet raar geweest om daarmee te beginnen. Maar goed, we gaan het nu officieel nog openen. Daar staat de rode knop. Normaal is dat in TV-land de knop
waar je op drukt als je wilt zeggen welk koffertje wel of niet, of je naar de hoofdprijs of wel of niet wint. In dit geval is dit natuurlijk de knop waarmee officieel die leukste, mooiste theaterkerk van het land geopend wordt. En daarvoor wil ik mevrouw Sluiter weer even uitnodigen. Cora. Ik ga gewoon Cora zeggen, ik weet niet eens of het mag, maar dat mag, hè? Het hoort nu. Oké. Nou, hierbij open ik dan de theaterkerk Bemmel. Ik zou gaan zingen. Ik ga zelf iets proberen. Ik ga het gewoon zien. Dankjewel.
voordat we zijn gaan zitten. Want we hebben een heel heet dingetje achter in onze rug gehad. We hebben ook uitnodigd om als laatste het woord te voeren tot jullie allen. En ik ben er maar kwijt, geloof ik. Ik wil in ieder geval zeggen dat ik het fantastisch vond om hier te mogen zijn. Een eer om deze mooie kerk mee in te mogen luiden, bijna letterlijk en figuurlijk. En zondag ben ik gewoon weer terug. Ja, ja. We hebben ook zomaar weg en we zijn er niet door. Want toen wij in de voorbereidingen bezig waren in de openingscommissie, toen dachten wij, het kan best wel een hele zware avond worden met al die emoties. En al die serieuze verhalen. We moeten het ook een beetje luchtig krijgen. En toen hebben we gedacht, wie zou dat nou kunnen doen? We hebben echt heel lang over nagedacht. En op een gegeven moment, toen kwam jij in beeld om de zondagmiddag te zijn. Maar natuurlijk, het is een kindervriend. Nou, en kinderen zijn er toch allemaal nog een beetje, nietwaar? Dus, je was een uitstekende keuze voor ons. Je hebt het fantastisch gedaan, vind ik. Je hebt een vrolijke noot ingegeven. De momenten dat het moest, kon je één trekken. Dan moest je ook improviseren, want er moest ook een paar kindjes. Dan had ik toch niet alles helemaal goed in handen, hè? Ik doe best meer. Nee, dat dacht ik al. Daarom zijn ze commercieel natuurlijk. Goed zo. Nee, Jochem, fantastisch bedankt. We zien je ook heel graag weer terug zondag. Maar voor vanavond, perfect. Dank. Zo zou u denken, dat is een lange avond. Tijd voor een natje en een droogje, hè? Toch, zo langzamerhand? Nou, mooi niet. Nee. Ja, soms word je verwacht of verrast met allerlei dingen. Wij dachten, we hebben een mooi officieel programma te hebben gedaan. En dat is straks onze eigen loop. En daarna naar de foyer. En dat is ook echt de bedoeling, maar je moet nog even wachten. Want we krijgen een toetje. Ik weet echt niet wat het is, maar dat werd me vanavond pas duidelijk. Ze zeiden, als jij nog wat gaat zeggen, je houdt net zo lang aan totdat we komen. Nou, het zal mij benieuwen. Als dat te lang gaat duren, gaan we gewoon weer andere van je, toch? Ja. Dus, of ze komen nou, of ze komen nooit. En daar hebben we een liedje opgemaakt. Dat gaan we nu even zingen. Ik zou zeggen, mensen, kun je nog zingen? Zing gewoon even mee. Daar gaat ie. Hup naar Frits en Piet en Jan, een trio dat alles maken kan. Samen gaan zij altijd door, ze zijn de bouwpastoor. Ja, dan gaan we over tot de onthulling van de eerste bouwpastoor. Laat zich niet beperken van oude materialen. Laat hij de kerk weer stralen. Hij gaat ervoor tot aan het priesterkoor. Hey, het was Piet en Jan, een trio dat alles maken kan. Samen gaan zij altijd door, zij zijn de bouwpastoor. Maar dan gaan we verder. En wie zal dat lezen? Ja! Oké. En de lonte stroomt niet lekker. Komt Piet weer met zijn stekker. Hij kan buigen, fitten, lassen. Een vak van een grote klasse. Maar had die Piet? Maar woensdagmiddag niet. Ja, dat is met Jan, hè? Ja. Je hoeft het maar te vragen, staat Jan alweer te zagen, te hakken en te boren, met klappen op zijn oren. Ja,
heel secuur. Ja, heel secuur. Ja, heel secuur. Ja, heel secuur. Ja, want anders kijk je al gezuur. Moment van bezinning. Ja, dat is jammer. De klus is geklaard. Maar dat was zeker de moeite waard. Eerst een kerk en nu een mooi theater. Voor nu en voor later. Fijn dat we onder jullie vrijwilliger mochten zijn. En wat we zeker weten, Jan, Frits en Piet zullen we nooit vergeten. En dat was dat. Maar we vallen eigenlijk nu wel in de gat. Daar is mee. Deze theaterkerk verlaat straks, dan is het voor u allemaal een boek dat u mee kan nemen. Dank voor uw aandacht, dank u wel. En geniet van de opening. Dank u wel.